Goedemorgen mensen, het is vandaag zaterdag en gisteren bij de gender review gehad. Duvan zit naast mij. Hij heeft trouwens zijn haar gemillimeterd, dat zie je nu vast. Hij was helemaal zat in de quarantaine. Ik zie er inderdaad echt, ik zie er echt heel moe uit. Maar het komt omdat voor mij nu, als het een beetje druk is geweest, dan ben ik de volgende dag echt kapot gewoon. Tenminste, ik ben niet kapot. Ik voel me wel gewoon goed, maar aan mijn gezicht kun je gewoon heel erg zien dat ik er vermoeid uitziet. Maar ja, dit zijn de zwangerschap dingetjes, dus ik accepteer alles wat zich meeneemt. Zoals jullie kunnen zien, heb ik gisteren mijn gender review gehad. Ik ga oprecht stuk om mijzelf. Ik zal wel even een verklaring geven. Ik had altijd al, voordat ik getrouwd was, heb ik altijd gezegd, ik heb ontzettend graag wil ik een meisje als kindje, als ik een kindje kan krijgen. Als God, als Allah dat maar gaat geven. Ik had gezegd, ik wil ontzettend graag een meisje. Echt heel graag. Echt sinds kleins af aan. Ik heb altijd wel gezegd, ik ben best wel een meisje. Meisje, ik ben heel erg getrokken naar meisjes toe. En ja, toen ik wist dat ik zwanger was, een paar maanden voor was ik. Nou, als ik ga trouwen en ik heb een kind, dan weet ik dat mijn eerste kind een zoontje gaat worden. Het was een gevoel dat altijd bij mij inkwam. En iedereen zei dat in mijn omgeving ook. Je krijgt een zoontje, je krijgt een zoontje. Nou, op een gegeven moment begon ik er echt spontaan in te geloven dat ik een zoontje zou krijgen. Dus we hadden de gender review en toen zei ik ook echt van, ik weet toch dat het een jongen is, maar het is oké. Weet je wel, ik had heel graag een meisje gewild en misschien de volgende. En dit wordt dan een jongetje. En ik begon ook heel zoutig te eten. En ik had heel zoutig, dus alles wijst echt heel erg naar een jongetje toe. Dus gisteren was het zover, de gender review, en ik zag ineens een meisje. We wisten natuurlijk niet dat het was. Mijn zwager had hem opgevuld. Nou, jullie konden mijn emoties denk ik zien. Ik kon het echt niet inhouden. Omdat ik me zo hard ook wel voorbereid naar een jongen toe. Omdat ik ontzettend graag een meisje wilde. Ben ik zo blij geweest. Ik moest huilen, ik moest schreeuwen. Ik wist echt niet wat overkwam. Ik kon toevallig niet eens normaal knuffelen. Maar dit zijn echt de emoties wat je meemaakt als je iets heel graag wilt. Natuurlijk hopen we ontzettend erg op een gezond kindje. Dat is echt het allerbeste wat we heel erg willen. Maar ja, het is nu, ja, het is even, ja, iedereen heeft wel een voorkeur. En ja, toevallig, de voorkeur was toch liever een jongen. Maar achteraf is hij wel heel blij dat het een meisje wordt. Maar goed, we hebben dus gisteren wel heel leuk gehad. Het was heel, heel kort helaas. Mensen bleven maar een uurtje en dan gingen ze alweer weg. We waren ook nu met superveel mensen in huis. We hebben wel echt, iedereen was wel echt goed gezond en niemand moest verkouden zijn. Natuurlijk maken we ons wel zorgen in de situatie wat zich nu afspeelt. Maar ja, ik wil het ook niet heel erg gaan verpesten. En ik zou ook de mensen die willen komen, mogen komen en die durven. Wij gaan verder niet ergens naartoe dan huis en boodschappen doen. Maar ja, het was toch het gezinnetje bij elkaar. Dat was ontzettend leuk. En ik heb super leuke cadeautjes gehad. Maar dat deel ik met jullie als ik weer thuis ben. En dan ga ik dat ook even helemaal laten zien wat ik allemaal heb gehad. Want ik heb best wel dingen gehad dat ik dacht, hier zou ik nooit aan denken. Maar dat is omdat je nooit een kind hebt gehad. Ja, dus ik heb best wel leuke dingen gehad. Wij gaan nu naar cadeau toe. Ik ben vanochtend onwakker en ik zei, oh, ik heb zin in een broodje cadeau. Oh mijn god. Het is echt verschrikkelijk. In de nacht word ik wakker omdat ik honger heb. In de ochtend heb ik allemaal zin in alles. Het begint nu weer te komen. Dus we gaan nu naar cadeau. En daarna gaan we naar prenatal en misschien naar baby dump. Gewoon naar prenatal? Ja. Gewoon hè? Omdat ik dat sowieso wil zien, dus dan. En dan gaan we in bed kijken alvast, want we willen nu al wel een beetje alles bestellen. Wegens corona duurt dat best wel lang en ik kan niet wachten nu om mijn kamer eens klaar te maken. Dus ja, we gaan het zien. We zitten weer in de auto. Ik ben echt oververmoeid nu. Dus we gaan naar huis. Ik weet niet waarom, opeens raakte ik echt heel moe. Ik ben echt toe aan een dutje denk ik. Zoals je kunt zien is mijn ogen ook helemaal ingezakt. We zijn bij prenatal geweest en bij Baby Dump in Beverwijk. Ik moet je zeggen, Baby Dump vond ik echt niet waard om helemaal hier naartoe te komen, want ik vond het echt niet boeiend. Prenatal vond ik heel leuk en daar hebben we wel leuke bedjes gezien voor de baby, toch schat? Mm-hmm. Dus ik denk dat we daar wel een bed gaan aanschaffen. Nee, we hebben dat niet gefilmd. Nee, want heel veel plekken willen we gewoon niet dat we filmen. En dan vind ik het heel irritant dat ik wil toch om schoon, sorry, ik doe mijn camera weer weg. Heel irritant. Maar ik neem, ik laat sowieso zien als we dat keuze hebben gemaakt, dan ga ik het gewoon filmen hoor. Maakt mij niet uit. Maar ik wil dat, shit, ik ben het vergeten. Oh ja, nou ja, het babypark vond ik sowieso echt super leuk. Die was in Wormerveer, die vind ik heel leuk. En Prenatal in Zaandam vind ik echt super leuk. De rest vond ik zo moi.
Het is niet zo heel leuk, weet je, alsof het zo een beetje achtergelaten is allemaal. Waar kwam je vandaan, toch? Ja, rechtdoor en dan moet je straks links. Of nee, we kwamen van hier, schat. Hier, tunnel onder. Kwamen we vandaan? Ja, tunnel onder. Dus we gaan nu naar huis. Ik ga even een dutje doen. Ik ben echt zo moe. Wow. Ik was echt nog net toen de trap opging. Ik heb het echt met je te doen. Ik ben bang dat ik het ook te doen heb met mezelf. Maar dat is prima, jongens. Het is niet erg. Oké, ik sluit het hierbij af. En ik ga nog wel even thuis filmen. Als ik weer helemaal energie heb. Film nog even wat ik allemaal heb gehad. Dat is wel heel leuk om te zien. En ik zou dus naar de Turkse slager gaan. Ik heb vlees en zo gehaald. En toen van naar de Deen. En dan komt hij terug met bloemen. Dat is zo lief. Thank you, baby. Dat ik altijd lief ben voor jou. Oh my god, ik ben weer helemaal wazig. Ja, ik zie er weer niet uit. Helemaal top. Maar wij zijn in het babypark. Wij gaan even allemaal dingetjes kijken. En dan laten we jullie ook even zien wat we gaan halen. Ik weet niet of je mag filmen, dus ik kan elk moment weer stoppen. Maar ik laat jullie even zien wat voor babywagen we willen. En wat voor bed we gaan halen. En deze babywagen vind ik zo mooi van Sybex. Maar we hebben alle maxi cozy in het zwart. Ik vind deze echt heel mooi. Dus ik laat jullie straks nog allemaal dingetjes zien. Is zo mooi, maar dit is echt een huge. Schat, ik vind niet echt bij je staan, moet ik je zeggen. Nee, ik vind deze ook wel heel mooi. De kinderwagens die ik dus onwijs mooi vind. Vooral die. Life. Echt, ik vind hem heel mooi. Nee, we moeten alleen wel kijken of het in de auto past. Ik hoop het wel. But I like this one. Ja, doe hem open en wordt het een wieg. En dan moet je hem openmaken. Dan moet je hem hoog halen. Dat zwarte stang moet je omhoog halen. Ja. Je kan hem gewoon uittrekken, schat. Dat wordt een wieg, maar deze man gaat weer alles slopen. Hij wordt dan zo, jongens. Oh, guys. Dit is echt ideaal. Ja, dit is echt mooi. En we hebben hem gewoon in wit toegekomen voordat dit wat zwanger wordt. Maar hier kan het baby in slapen. En het zodanig, als het baby draait, dan kan hij niet stikken erin. Dan krijg je nog steeds lucht. Deze is echt zo ideaal. En dan staat hij zo vet schattig. Like it! Ja, maar dat vind ik net of je een konijntje erin laat. Oh, schat, we hadden niet voor Jessie zoiets halen. Die gek. Oké. Luier emmer. En ik wil deze gouden. Maar Toevan wil hem echt roze. Toevan neemt het echt serieus dat we alles roze moeten doen. Maar dat is onze dochter, hè? Geen goud. Ik wil goud. Hier goud is niet mooi. Ik wil goud. Roze. Nee. Kijk maar. We gaan nu niet discussiëren. Dat bespreken we. Wanneer we hem halen. Dan gooi ik me niet rond. Jij bent heel eigenwijs. Echt. Hier hebben we de badjes. Fred cute. Jij wil die badje toch? Heel cute, hè? Maar dan in het roze, tuurlijk, of course. Oh, deze vind ik ook mooi. Ik ben echt een goudliefhebber, hè? Hier past niemand in. Houden. Hier. Zo, dit zijn nog best wel goede dingen te zijn. Best wel handig voor de baby's. Maar wat moet je hierin doen dan? De baby, zittend. En dan was het. Ja. Zal die baby gewoon ompakken hierin? Nou, oké. Hij gaat verdrinken. Oké. Ik vind deze wel heel mooi. Deze vind ik ook wel mooi. Nee, ik vind deze wel heel mooi. Mag wel een hartje van mij. Even inzooming. Ik wil dus geen kast. Tenminste, ik wil wel een kast, maar ik wil meer een commode waar ik alles in kan doen. Maar ik wil dit dus voor haar kamer. Zo cute. En dan kan ik alles er zo aanhangen. Maar ik weet dus niet of dit wordt gekocht. Moeten we wel even vragen. Maar dit vind ik echt cool. Babypark is echt zo'n leuke plek. Dit is ook leuk. Maar ik zou nooit hout te veel doen. Ik hou niet veel van hout. Oké, mensen. We zitten eerst een keer in de auto. Again. We hebben de bed besteld. Het is gewoon eigenlijk een heel simpel wit bed. Echt heel simpel wit. That's it. Ik was vergeten te filmen. En we hebben die rek besteld, die kledingrek. Want daar ga ik de kleding van de baby ophangen. Ik wilde wat zeggen. Oh ja, de babywagen die ik dus wilde van Mima. Nou, dat gaat hem dus waarschijnlijk bijna zeker niet worden. Nee. Bij Mima is het zeg maar zo dat het een reiswieg is. En een zitstoel. Maar dat past niet helemaal in de auto. Tenminste, het past wel. Dan moet hij hier staan.
En ik vind dat al wat minder staan. Een reiswieg is eigenlijk voor 4-5 maanden. Dan kan je er wel daarna mee stoppen. Dus toen dacht ik, oh ja, nee, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo fijn. En zo'n reiswieg is echt huge gewoon. Het zat een beetje krapjes in de auto. En je kan hem maar tot 2 jaar gebruiken, een Mima. En een andere kan je dan wel sneller tot 3,5 gebruiken. Want bij Mima is het zeg maar dat je opklapscherm niet in de achterkant duwen. Dus dat vond ik wel heel jammer, want die vond ik heel mooi. Dus ik moet nu even een andere gaan zoeken. Ik had een Cybex gezien wat ik wel heel mooi vond, of een Stokken. Maar ik weet het eigenlijk niet wat ik precies ga doen. Je Mima past op zich. Je moet maar 1 kind, hè? Ja, maar schat, je snapt het niet. Die reiswieg, die moet ik dus altijd bij me, want die is een reiswieg en zit je in 1. Bij een andere baby kan je die reiswieg daarna wegdonderen. Dus dan heb je gewoon prima. Maar goed, we gaan dus even discussiëren wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. En toevallig, ik loop overal in en toevallig elke keer, je koopt het dan. Ik zeg, ik moet nog dingen beslissen. Mannen denken gelijk, je hebt het gezien en je wilt hem en dit wordt hem. Maar dat is echt niet het geval. Maar dat, ja, dat was het een beetje. We gaan nu een kapsalon kopen in Noord, want morgen is het Ramadan en we willen alvast nog even samen wat eten. Waar gaan we kopen? We gaan dus in Noord kapsalon kopen bij Ibo's. Toevan heeft me verteld dat het de lekkerste kapsalon is die er bestaat. Echt, ik ben zo benieuwd, want ik hou echt heel veel van dunner. Dus ik ben benieuwd of het echt zo is als wat hij zegt. We gaan het dus zien. Ik ben heel benieuwd of het echt zo lekker is. En daarna gaan we nog even de auto zetten. Daarna gaan we gewoon lekker naar huis. Maar ik ga even thuis nog een pakketje laten zien wat ik heb ontvangen. Super lief. Die laat ik wel als ik thuis ben even zien, denk jullie. Mensen. Hij heeft de grote genomen en hij gaat in de auto eten. Oh my god. Deze man is echt niet normaal. Nou, ik ben benieuwd. Vandaag ga ik een vlog maken. Eigenlijk is het een shop vlog. Niet helemaal een shop vlog, want ik ga jullie voor vandaag allemaal dingetjes laten zien wat ik voor de baby heb gekregen tijdens mijn gender review. Ontzettend leuke dingen. Misschien ook tips voor jullie, voor moeders die in verwachting zijn. Of als jullie een cadeautje willen geven aan iemand die jullie dichtbij zijnde. Ik heb zo'n aantal dingen gekregen en dat wil ik allemaal met jullie delen. Daar beginnen we. Ik heb dus best wel veel hier staan. Maar ik begin met mijn allereerste cadeau die ik heb gekregen. Dat was... Even kijken, ik moet er echt bij, want dit ziet er niet uit. En dat was deze 2. Deze 9 maanden boek. Met ik ben zwanger. En daar kan je dus allemaal dingetjes inschrijven. Er staat dus eigenlijk, hoe is je zwangerschap? Hoe vind je je zwangerschap gaan? Jullie relatie. Wat jullie echt super leuk om bij te houden. Zoals jullie kunnen zien heb ik hem echt heel mooi bijgehouden. Nat. Ik moet er echt inschrijven, want ik vind het zo leuk. En dan kan ik gewoon later aan mijn kind laten zien. Dit lijkt me echt zo leuk. Ik heb deze van mijn zus toen gehad. Want mijn zus was de eerste die wist dat ik zwanger was. Ik heb haar toen gelijk een berichtje gestuurd en zij kwam eigenlijk al heel snel met een cadeautje dat ik zwanger was voor mijn zwangerschap. En daarbij heeft ze ook deze rammelaar gekocht. Deze rammelaar heet Sophie. Dat is het merk volgens mij was het. Ja, dat is dan zo'n rammelaar. Ik wilde hem eigenlijk voor jullie openmaken, maar ik zie dat hij heel goed is geplakt, wilde ik zeggen. Maar ik moet hem toch openmaken dus. Dus, dat is deze. Dit schijnt dus echt een ideale ontwikkelingsspeelgoed te zijn. Daar kun je eigenlijk mee de voeten, de benen en de vasthouden, grip, het geluid, kleur. Dat leert hij dus heel erg met deze. Dus deze is echt zo schattig en echt super cute. Die heb ik dus van mijn zus toen gehad, gelijk dat ik al zwanger was. Daarna heb ik deze gehad, Happy Horse, van mijn collega. Super lief. Was met een greet opgestuurd. Echt ook heel leuk om op te sturen bij greets als je niet weet wat je moet doen. Want in quarantaine kunnen zij niet langskomen. Heeft zij dus via greet een speeltje gestuurd. En met een kaartje erbij. Super schattig. Wat ik echt niet had verwacht. Onverwachte dingen zijn altijd heel erg leuk. En ik had dit setje van mijn schoonouders gehad. Gewoon zomaar ook als zwangerschap. Hoe cute. En ze wisten natuurlijk nog niet wat het was. Een jongetje of een meisje. Ik
vind het wel een beetje een jongensachtige kleding. Want het zijn allemaal auto's en vrachtwagens. En het is blauw. Maar ja, weet je, dit draag je één keer en daarna groeien ze er toch uit. Dit heb ik erbij gehad. Ik begin gewoon hier. Deze heb ik van mijn schoonbroertje gehad. Dus van de broer van Toefan. Deze zijn ontzettend cute. Haar eerste schoentjes ook gelijk. Want wij hadden nog helemaal geen schoentjes gekocht. Omdat we dus niet wisten of het een meisje of een jongen zou worden. Dus hebben we nu de eerste schoentje van onze dochtertje. Deze zijn zo cute. Oh my god. Echt. Ik eet dit op gewoon, hè. Echt joh. En deze zijn van Vans. Moet je zien. Oh my god. Haar doosje zelfs, joh. Oh, echt. Ik kan hier echt uren naar kijken. En ik denk wel alleen dat ze dit wel heel laat pas aan kan trekken. Het is een maatje 20. En dan moet je ongeveer 2-3 zijn om dit te kunnen dragen. Maar dat is prima. Daarna heb ik deze gekregen. Van mijn schoonouders. En dit is 0 tot 3 maanden. Dat kunnen ze dus gelijk aantrekken als hij net uit het ziekenhuis is. Als zij uit het ziekenhuis is. Je hebt hier in sokjes een muts... handschoentjes, want een baby moet je handschoentjes gelijk op. Een doek staan. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat erin zit. Ik zit al zo leuk te vertellen. Ja, een doek. En zo'n jasje volgens mij, wat je zo kan wikkelen. Ja. Dat zit erin. En slofjes. Dus dat kun ik gelijk aan laten trekken als hij net geboren is. Als ze net geboren is. Ik zeg het heel hij of zij, maar ik moet wennen dat het een zij is. Waar ik natuurlijk heel blij mee ben, maar hè, moeten we even aanleren. Die heb ik dus gekregen. Kan ik gelijk aan laten trekken als ik die. Als mijn kindje, als mijn dochter. Als ons dochtertje is geboren. De volgende heb ik van mijn zusje gehad. Dat zijn deze. Deze zijn zo cute. En deze wilde ik al heel toevallig. Maar ik wilde geen grijs. Want ik ben niet zo'n heel erg grijs liefhebber. Maar de fans zijn trouwens wel heel schattig in grijs. Maar ik wilde niet heel veel grijs. Omdat ik dan te veel universeel heb. Dus zowel meisje als jongen. En ik wilde echt wel gericht. En deze is dan niet gericht. Dit is gewoon wit. Kun je als meisje en als jongen dragen. Maar ze zijn van Ux. En deze is zo cute. Deze wilde ik zo graag. En dan heb ik ook zo'n dekentje erbij. Kijk. Ik denk dat het meer een soort slabbertjes of zo. Weet je. Of iets wat ze in haar hand kan vasthouden, denk ik. Dit is dus wat ik heb gekregen van mijn zusje. En heel toevallig heb ik deze ook van mijn vriendinnen gehad. Hebben ze ook voor mij gekocht. Alleen het was dus heel toevallig dat ze hem tegelijk hadden gekocht. Dus dat was niet zo. Dat was dus niet zo best. Maar het was wel natuurlijk leuk. Alleen het was bijna dezelfde maat. Dus die andere hebben ze teruggestuurd. Hebben ze dus een Adidas pak gekocht. Alleen die ben ik bij mijn moeder vergeten. Heel stom, want anders had ik die ook laten zien. Maar ik heb dus ingeruild voor een Adidas set. En die is ook grijs. Echt zo cute. Het zou echt tof zijn als die fans eronder konden. Maar dat is voor net geboren. En dit is dan weer voor ouder. Dus dat gaat niet helemaal. Dus deze heb ik gehad. Echt super blij hiermee. Ja, wij zijn echt heel blij met alle cadeautjes sowieso wat we hebben gekregen. Yes. Dat is de volgende. De volgende is, ja, die wil ik wel heel veel vertellen. Die is echt heel speciaal. Ik heb deze van een kijker van mij gekregen. En als je nu ook kijkt, nogmaals heel erg bedankt Hanien. Hanien heet je volgens mij, als ik het niet verkeerd. Nou, ze vroeg me dus of ze wat op mocht sturen. En dat mocht natuurlijk. Super lief. En ik vind het onwijs. Ze had nog een hele brief geschreven met dat ze het heel leuk vindt om naar de vlogs te kijken. En dat ze, ze had er ook nog bij gezet. Heel vaak denken ze aan een kind en vergeten ze jou. Dus ik heb er ook iets wat voor jou bij gezet. En dat vond ik echt zo lief. Wij hebben dus dit broekje gekregen. Zo schattig. Babykleding is echt super schattig. Die heb ik gekregen. En dan hebben we ook een slabbertje. Of tenminste, hoe noem je het eigenlijk, zo'n knuffeltje? Hoe noem je dit ook weer toe van? Nee. Weet je ook niet meer. In het roze. Want ik had hem al toevallig in het groen en nu heb ik hem in het roze. Dus ik heb hem gewoon dubbel van Happy Horse. Maar altijd heel leuk natuurlijk. Mijn roze is zo cute. En wat ze dus erbij heeft gedaan is een jurk voor mij. En dat vind ik echt zo lief. Want ik moet je zeggen... Hij is mijn zwangerschap nu. Ik pas geen broeken normaal. Ik ben eigenlijk bijna niet aangekomen. Ik ben maar 1,5 kilo aangekomen. Voor bijna 5 maanden.
vind ik dat echt heel knap. Mijn buik is niet zo heel groot. Alleen mijn knoop van mijn spijkerbroek gaan gewoon niet dicht. Het gaat wel dicht, maar het zit heel strak. En dat vind ik gewoon heel zielig voor de baby. Dat ga ik gewoon niet doen. Want dat wil ik mijn baby gewoon niet aandoen. Vandaar dat ik dan ook eigenlijk het ook zo laat op wat het is. Dus ik probeer nu jurkjes te dragen. Maar ik merk dat ik gewoon helemaal geen jurkjes heb. Simpel jurkjes. En dat vond ik heel lief. Dat was echt van toepassing. Echt super lief. En daarnaast heb ik dus van mijn moeder deze gekregen. Dit is zo cute. In nude. Echt lief. En dit is echt een hele favoriete kleur van mij. Dat vind ik zo'n mooie kleur. Het is gewoon een beetje mintgroen. Nee, het is geen gras, maar een beetje mintgroen. Dat vind ik echt een hele mooie. En ik heb hem ook in het wit van mijn moeder gehad. Want deze zal je heel veel nodig hebben. Dus deze heb ik van mijn mama gehad. En ik heb van mijn moeder ook deze gehad. Ik ga hem niet helemaal uithalen, maar dit is een ledikant. Niet een ledikant, maar een deken eigenlijk. En hij is van Kuka. Kuka is een hele bekende merk voor baby's. En deze is dan van dat merk. Van binnen is hij heel zacht. Zo'n heel erg zachte vachtje. En van buiten is het wat stugger. Maar het is een beetje mosterdgeel kleur. En dat vind ik echt een hele mooie kleur. Ik weet niet, ik heb echt sowieso maar wat lichtere, wat specialere kleur. Dus mosterdgeel, wat minder groen. Dat vind ik echt hele mooie kleuren. Dus die heb ik van mijn moeder gehad. Dat kan ik gelijk gaan gebruiken in haar bed. Die we hebben besteld. Die dus waarschijnlijk 4 mei komt hopelijk. Dus die heb ik ook alvast het deken. Ik heb nog een hele handige baddoek gekregen van mijn nichtje en haar man. Die is ook van Kuka. En kijk, hier gaat het hoofdje van het baby in. En die kan je zo wikkelen. Hup, zit hij erin. Maar hier kan je dus heel lang mee gaan doen. Echt, mijn zus heeft nu een dochtertje van 4. Volgens mij het vorig jaar tot 3 jaar. Dan kun je deze prima gebruiken. Echt heel handig. Ideaal. Mochten jullie dus niet weten wat jullie allemaal gaan kopen voor de mensen die zwanger zijn. Hier zijn alle tips en tricks. Dus hier zijn alle tips wat heel leuk is om te geven. En dit is dus haar baddoek. En die is ook grijs. Want dat was dan natuurlijk gender reveal. Dus mensen wisten gewoon niet wat het was. Hebben ze gewoon kleurtjes gekocht. Tenminste een neutrale kleurtje. Wat ik natuurlijk heel goed begrijp. Die heb ik van mijn nichtje gehad. Dus die zijn we ook heel blij mee. En daar komt de volgende. De laatste. Dit is een mand die ik van mijn schoonzus en van mijn schoonbroer heb gekregen. Dus van de broer van Toefan en van zijn vrouw. Dit is echt heel leuk om te geven. Het is een mandje. En die heeft ze helemaal gevuld. Ik begin er even mee. Dit is een knuffeltje wat erin zit. Heel zacht knuffeltje. Zo schattig dit. Ik denk dat ze nu al heel veel knuffeltjes heeft. Echt. Voordat ze geboren is, voordat ik iets heb gekocht, heeft ze echt belachelijk veel knuffeltjes zo. Deze zit erin. Er zit weer zo'n slubberachtig. Hoe noem je dit? Ik weet niet hoe je dit noemt. Maar dit zat erbij. Een knuffeltje wat je dus heel makkelijk in je hand kan dragen. Ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Dat is echt top. Er zitten sokjes in. Er zit een bam bam speeltje in. En die kan ze gelijk al na een paar maanden al gebruiken als een rammelaar. En dit is ook heel goed voor haar ontwikkeling. Er zit een speen in. Wat ik heel handig vond is een thermometer voor haar bad. Als je een bad moet doen, moet je een bepaald moet je een bepaalde temperatuur hebben. En die kun je er dus bij gebruiken. Ik had het nooit aan gedacht. Maar mensen die al kinderen hebben weten heel goed dat dit heel handig is. Deze vond ik echt ideaal. Daarnaast heb ik ook deze gekregen. En dit vond ik echt super handig. Want ik zou hier nooit aan denken. Echt niet. Er zit een knipschaartje in, een nagelfijl voor de baby en een hoe noem je zoiets als je nagels, een nagelknipper. Jezus, ik vergeet echt heel veel. En een nagelknipper. Dit is echt handig, want de meeste moeders weten het niet, of de mommy to be's die nog geen kinderen hebben, weten het echt niet. Ik wist het tenminste niet. En dus dit is echt ideaal om te geven. Daarnaast heb ik dus heel veel billendoekjes, echt 5, 6 pak billendoekjes. Altijd handig.
een pak luiers voor als ze net geboren is. En shampoos, body lotion, wasgel en dat soort crèmes heb ik er nog ingericht van Zwitserland. Wat je altijd wel nodig hebt. Dus deze doen we zo terug erin. Om hem natuurlijk beneden te zetten. En dan komt de laatste gender cadeau. Wat ik een van de leukste cadeaus vind. En dat is mijn... Dat zie je dus niet. Mijn giraf. Dat is voor de babykamer. Dit is dus zo'n giraf. Ik heb nog een plastic gelaten. Omdat ik het zonde vind. Ik ga hem zo weer inpakken. Deze giraf. Dit is echt 1,5 meter. Maar dit is het. Dit is het hoofdje. En dan is hij dus zo groot. En die heb ik van mijn zus en mijn zwager gekregen. Of van mijn nichtjes bedoel ik. En deze wilde ik echt zo graag. Ik vond deze zo mooi. En die heb ik dus van haar gekregen. Van mijn zwager. Van hun eigenlijk als gezin zijnde. En dit vind ik echt een leuke. Hij is ook zo zacht. Dus deze komt in ons babykamer. Gaat er echt heel mooi bij staan. Ik ga natuurlijk laten zien hoe de babykamer gaat voordat ik klaar ben. Maar we moeten er nog aan gaan starten. Dit was mijn vlog. Ik ga stoppen, want mijn batterij gaat leeg. Dus hij kan elk moment uitvallen. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. En dat jullie ideetjes hebben kunnen krijgen. Ik bedank jullie voor het kijken. En wens jullie ontzettend veel succes tijdens Ramadan. Ramadan Mubarak. Ramadan Bayram Mubarak. Inshallah. Gaat het heel makkelijk voor iedereen. En hebben jullie er geen moeite mee. En ga er zo snel mogelijk door. Ik wens jullie alvast een hele fijne dag. Een hele fijne avond. En ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn nieuwe vlog. Tot ziens.